Welkom allemaal. De opdracht voor techniek gaat het volgende worden. Wij gaan namelijk een vogelvoederplank maken. En die vogelvoederplank is eigenlijk met materiaal wat je thuis kan vinden. Bestaat uit twee planken, deze en deze. En die zijn verbonden met touwtjes aan elkaar dat je hem kan ophangen. Hier zie je dat hij dus opgehangen is. Om het voer niet te laten verdwijnen, dat het meteen eraf valt, heb ik ook een randje aangebracht, deze, waar je dus het voer in kan leggen. En wat je dan verder nog kan doen, is ook nog de haken aanbrengen. Hieronder zie je een aantal haakjes hier zitten, waar je dus op dat moment nog voerbollen in zo'n netje kan ophangen. Je zoekt zelf materiaal thuis. Je zaagt een bovenplank en een onderplank. Gaatjes boren op de juiste plekken. En kijk even wat voor soort touw je kan gebruiken, dat het eventjes wat steviger is. Die komen hier bij elkaar in de knoop en dan komt het goed. Zelf spullen zoeken, zelf vragen van wat kan ik allemaal gebruiken. En dan kan je met je voederplank aan de gang gaan. Er is nog een tweede voederplank die je zou kunnen maken, ook voor de vogels uiteraard. En dat is de staande variant. En die ga ik nu even hier maken, want deze heb ik uiteraard al. En die staande voederplank, die is bijna hetzelfde, maar die heeft namelijk ook een onderplank en een bovenplank. En die, ook de plek waar dus het voer kan weglopen. Alleen, het grote verschil is, die krijgt dadelijk staanders die van hout zijn, want hij staat en hij hangt niet. Dus we kunnen deze touwtjes niet gebruiken, dus daar hebben we staanders voor nodig. Die ga ik hier in mijn eigen schuur ga ik die maken. En die kunnen jullie ook bekijken. Die mag je ook maken als je dat wil. Als je dus deze niet kan ophangen, maar je een staande wil maken, mag je ook een staande maken. Dus je mag kiezen of deze of de staande. En als je het helemaal leuk vindt en het leuk vindt om te maken, kan je ook allebei maken uiteraard. Dus ga je gang met deze opdracht. Dus dit is mijn onderplaat. En daarboven moet dus een dakje komen en het dakje moet wel een klein beetje uitsteken. Dus we bekijken ongeveer, ik wil hem tot daar hebben, dus dan steekt hij mooi uit. Bovenkant, onderkant. Heel goed. We hebben hier twee voor de voorkant. Twee staanders en twee staanders voor de achterkant. Die komen op deze manier. Hier, die komen hier te staan. En deze ga ik hier achter neerzetten. Zodat mijn dakje een beetje schuin is, zodat het water eraf kan lopen. Nou, gaan we maken. Lijmen.
bovenop even kruisjes zetten om de schroeven, de plek van de schroeven even goed aan te geven. Dan moet je uiteraard weer voorboren. Tadaa. En hij is klaar. Je hoeft alleen nog maar op een plank, op een paal bedoel ik. En dan is hij klaar. Ja? En daar staat hij. Keurig op zijn paal. Voer erin. En dan hangt hij. Voer erin. En ik heb er ook nog een oude zonnebloem bij gehangen, want dat vinden de vogels heerlijk.